Groningen nu ook met de laatste wissel. Joël van Nief naar de kant. Verdediger eraf en een aanvaller erbij. Juninho Bakuna debuteert. En is inderdaad het jongere broertje van Leandro. Die altijd in deze kleuren speelt bij Aston Villa. Het is een hele mooie week voor Juninho Bakuna. Naast zijn twee doelpunten voor Jong FC Groningen tegen Jong de Graafschap, bleef hij een kleine week eerder een nog mooier moment. Zijn debuut in het eerste elftal. Tegen Heracles komt Bakuna ruim een kwartier in actie. Woensdag na training had trainer me gezegd dat ik, misschien erbij zou zitten. Omdat Rasmus Lindgren die was ziek. En de volgende ochtend belde Bas Roorde mij. En die zei ja, dat ik mee mocht. Bakuna. Oh, die is er langs. Bakuna mist dan het overzicht en een beetje geluk. Je komt in bij een 2-1 achterstand en je valt goed in. En dan wordt het nog 2-2. En ja, dan geef ik gewoon een goed gevoel. Ik krijg complimenten van iedereen. En van de teamgenoten, trainers. Juninho Bakuna. 3 dagen na zijn officiële debuut maakt Bakuna tegen AZ in de tweede helft zijn debuut in Euroborg. Ja, als kleine jongen wil je altijd debuteren in Groningen 1. En dat gebeurt dan ook, maar je verliest wel met 4-2 en dat is weer een domper. Aan de ene kant ja, is lekker, je hebt debuut gemaakt in je eigen stadion. En aan de andere kant, je hebt wel verloren met het team en daar gaat het eigenlijk wel om. Een volwassen uitspraak van een nog maar 17-jarige A-junior, die zich een van de jongste debutanten van FC Groningen mag noemen sinds de eeuwwisseling. Alleen Richairo Sivkovic, Arjen Robben en Arnold Kruiswijk waren jonger bij hun debuut in het eerste van FC Groningen. Broer Leandro was bijna 18 toen hij op 30 augustus 2009 zijn debuut maakte in Euroborg tegen PSV. En nu? Leandro Bakuna was toen een half jaar ouder dan Juninho nu is. Maar die moet eerst de andere kant weer op. Bakuna dan met de eerste doelpoging voor Groningen. Leandro maakte 2 maanden later zijn basisdebuut voor FC Groningen in Euroborg tegen AZ. 31 oktober 2009. Weet je toen wat er toen gebeurde? Het was het debuut van mijn oudere broer, Leandro Bakuna. Ja. Ook tegen AZ? Nee, dat was tegen PSV. Ja, tegen PSV, maar zijn basisdebuut was ook tegen AZ. De basisdebuut was in de beker, tegen Vitesse. Ja. Ja, en daarna was het tegen Heracles thuis. Dat was de basisdebuut. Ja. Dus dan heb ik er even naast gezeten. Dan heeft hij er naast gezeten, ook. Leandro Bakuna. Ondanks de parate kennis van Juninho blijkt broer Leandro wel degelijk zijn basisdebuut te hebben gemaakt tegen AZ. Een week na de wedstrijd tegen AZ maakte hij zijn eerste doelpunt tegen Heracles. En daar zit dus de verwarring. Lovre laat hem lopen, dan is Bakuna daar en die schiet hem erin. Leandro Bakuna. De 18-jarige, het talent van Groningen doet het. Als het allemaal net zo snel gaat met Juninho, dan kunnen we hem binnenkort zien scoren voor FC Groningen. Maar hij bekijkt het zelf liever stap voor stap. En wat is nu de volgende stap? Volgende stap, gewoon deze week weer hard werken en zorgen dat je volgende week weer bij zit. En dan ja, kijken of je een keer in de basis komt te staan of niet.